Surinaams-Nederlands is een taal apart, maar het is niet nieuw. Reeds in de jaren 1983 is er sprake van een eigen ontwikkelde Surinaamse-Nederlandse standaard. Het Nederlands is sinds 1876 de overheids- en onderwijstaal in Suriname. En in ongeveer 50% van de Surinaamse huishoudens is het de belangrijkste thuistaal. Anne-Sophie Gijsselen, die onderzoek heeft gedaan naar het Surinaams-Nederlands, haalde gisteren tijdens een lezing aan dat het verschil met het Hollands-Nederlands meer ligt in de uitspraak. Nu kun je je afvragen, is dat enkel die eigen Surinaamse norm, is die er enkel voor de uitspraak? Renata Dix die schrijft bijvoorbeeld dat het Surinaams-Nederlands zich voornamelijk kenmerkt op lexicaal gebied, op het vlak van de woorden, en op fonetisch vlak, dus op het vlak van de klanken. Dus het is niet enkel op het gebied van de klanken, maar er zijn ook heel specifieke woorden. En daar is al vrij veel aandacht aan besteed. Er zijn verschillende woordenboeken geschreven met daarin de woordenschat van het Surinaams-Nederlands. Gijsselen zegt dat het Surinaams-Nederlands nog niet een duidelijke grammatica heeft. En daarnaast is er op het punt van bijvoeglijke voornaamwoorden ook een verschil met het Nederlands dat in het moederland wordt gesproken. Maar het valt mij op, ik heb het wel al een aantal keren gehoord in Suriname, dat mensen de er laten vallen in die context. Nu kun je je afvragen, die kenmerken hier, kun je dat beschouwen als standaard Surinaams-Nederlands of is dat fout Nederlands? Wie zegt het is standaard Surinaams-Nederlands? Niemand durft, iedereen voelt zich geviseerd. Daar is dus discussie over. Nu, het is ook iets waar leerkrachten blijkbaar mee worstelen in Suriname. Wim Berends, ik weet niet of jullie die kennen, die is ondertussen helaas overleden. Die heeft een mooie masterscriptie geschreven over de vraag hoe je in het onderwijs om moet gaan met Surinaams-Nederlands. En hij zegt van ja, leerkrachten hebben het er vaak moeilijk mee om te bepalen van ja, wat is nu eigenlijk fout Nederlands en wat mogen we accepteren als Surinaams-Nederlands en waar ligt de grens tussen Surinaams-Nederlands en Europees-Nederlands bijvoorbeeld. Deze lezing is georganiseerd in verband met de Dag der Moedertalen die op 21 februari wordt herdacht. De faculteit der Humaniora van de Antonie Comte Universiteit van Suriname organiseerde deze lezing gisteravond.